Hallo allemaal. Wil jij een dun boek lezen, maar met minimale inspanning een maximaal resultaat halen? Een goed cijfer op je boekenverslag of een goed cijfer op het tentamen als je het op je lijst neemt, dit boek, dan ben je hier aan het goede adres. Als je het leuk vond, deze inhoud, als je het gehoord hebt, druk dan eventjes op het like. Duimpje omhoog, zeggen we dan. En dan zal ik verder nu het verhaal uitleggen. Het boek heet Jas van Belofte. Het is het boekenweekgeschenk van 2019 en het is maar 94 bladzijden. Het motto is De liefde die vriendschap heet, van Albert Verwij. Voor de VWO'ers onder ons, Albert Verwij is een tachtiger. Het soort boek, genre... Het is een raamvertelling. En een raamvertelling, dat klinkt heel ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is een verhaal in een verhaal. Alleen is het hier in de Jas van Belofte nog iets ingewikkelder. Het is een verhaal 1, in een verhaal 2, in een verhaal 3. Dus er zijn eigenlijk 3 verhalen die door elkaar spelen. Ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Arthur Sibrandi is leraar Frans en die heeft inderdaad, zoals het motto zegt, een vriendschap met zijn vrouw Lisette en met een zekere Edwin Wopperijs, dat is een recensent Frans literatuur. Ook heel bijzonder is dat met een leerlinge van de middelbare school aan wie hij lesgeeft, Caroline, en met Loet IJzertje, een schrijver. Waarschijnlijk is die Loet IJzertje gekozen om... weer te geven dat het gaat om de Nederlandse schrijver Louis Ferron. Maar zeker is dat niet. De opbouw van het boek wordt dan ook helemaal bepaald door die raamvertelling. Er zijn dus 3 verhalen. Verhaal 1 begint met de hoofdpersoon, Arthur Sibrandi, die op de eerste bladzijde een beroerte krijgt. En opgehaald wordt door de ambulancebroeders... en naar het ziekenhuis gebracht. De broeders nemen zijn jas mee. Dat moet je even in de gaten houden, want dat heeft met de titel te maken. Dat is de eerste keer dat een jas of mantel in het verhaal voorkomt. We zullen zien dat het nog een paar keer het geval is. Een hele goede vraag van je docent zou zijn. Vertel maar eens op welke plek die jas in het verhaal opduikt. Nou, als je nog even verder luistert, dan wordt je dat wel duidelijk. Het boek eindigt met het sterven van Arthur. Dat is nog steeds verhaal 1. Het begint dus met het introduceren van Arthur Sibrandi die een beroerte krijgt. Dan krijgen we het sterven van Arthur. 2 of 3 bladzijden helemaal aan het eind. En wat gebeurt daar? Een zuster in de ruimte waar hij overlijdt pakt zijn jas. Daar heb je de jas weer, van de jas van de belofte. Dat sterven trouwens gaat op een heel bijzondere manier, waarover straks nog iets meer. Nu verhaal 2. Dat is het grootste deel van het boek. Het grootste deel van het verhaal gaat over de leraar Arthur voor zijn beroerte en zijn sterven. Arthur is leraar Frans. Hij werkt aan een proefschrift en aan een roman, aan een verhaal waarin hij het verdwijnen van zijn vader een rol wil geven. Dat klinkt heel raar, maar... zijn vader is verdwenen. Ik zal zo toelichten waarom. Op zekere dag belt Edwin Wopperijs hem op en hij heeft het verhaal dat hij heel graag Arthur wil ontmoeten, want hij heeft een verhaal van hem gelezen dat hij heel goed vindt. Er ontwikkelt zich een vriendschap tussen die twee. Edwin wordt een beetje de mentor voor Arthur en met name... is hij enthousiast over het verhaal van het verdwijnen van de vader van Arthur. En hij zegt, als je dat nou toch eens in een roman zou kunnen krijgen, dat zou toch wel geweldig zijn. En hij stelt ook wijzigingen voor. En daar is Arthur niet zo blij mee. Ondertussen ontmoet Arthur ook Loet IJzertje in een café in Amsterdam dat hij bezoekt. Daar woont die Loet IJzertje boven.
En ook met die Loeteitje ontwikkelt zich een goede vriendschap. Een betere vriendschap dan met die Edwin Woparijs. Ook is hij er zeker van dat er grote dingen op romangebied gaan gebeuren als Arthur dat verdwijnen van zijn vader in een roman zou kunnen verwerken. Dat zegt hij steeds, daar legt hij steeds de nadruk op. Loeteitje wordt een goede vriend van Arthur, zo goed dat Edwin Woparijs jaloers wordt en de vriendschap min of meer verbreekt. Ondertussen verstrijken de jaren. Arthur gaat met zijn oud-leerlingen bijvoorbeeld naar Parijs. Dat is wel heel bijzonder dat ze een platonische verhouding hebben en dat je dat dan met een leerling als 50-jarige docent met een leerling naar Parijs gaat. Dat vond ik wel een beetje onwaarschijnlijk, een beetje onwerkelijk. Maar het wordt wel mooi in het boek beschreven ook dat zijn vrouw dat allemaal goed vindt. De jaren verstrijken dus, zoals ik zei, en het blijft zo dat Arthur werkt aan de roman waarin het verdwijnen van die vader een rol speelt en telkens is dat niet af en aan zijn proefschrift. Door die gebeurtenissen die ik zojuist besprak heen geweven is het verhaal 3. Dat speelt in het verleden als Arthur 11 jaar is. Zijn vader is een zwaar godsdienstige vader en iedere dag wordt er thuis uit de Bijbel gelezen. Arthur wordt op zekere dag gecommandeerd, ga jij de Bijbel maar eens opslaan. De Heere zal er wel voor zorgen dat er een bepaald stuk gelezen wordt en lees het stuk maar voor. En het toeval wil dat het gaat over een verhaal in het Oude Testament, waarin de profeten Elia en Elisa bij een rivier aankomen en niet naar de overkant kunnen komen. Elia slaat dan met zijn mantel, met zijn jas op de rivier en het water verdwijnt her en derwaarts en ze steken over. Daar aan de overkant is een wagen met vurige wielen en vurige paarden. En zo vaart Elia in die vurige wagen ten hemel. Wat achterblijft, let op, is de jas, de mantel van Elia. Dat verhaal leest de kleine Arthur voor. De vader van Arthur bezoekt regelmatig godsdienstige bijeenkomsten van hele zware gelovigen en blijft dan een paar dagen zomaar weg. Zijn vader heeft een kwekerij. Op Arthurs 11e verjaardag wil hij opnieuw weg. Het is alsof hij genoeg geroepen wordt. En Arthur wil hem eigenlijk tegenhouden. Het is mijn verjaardag en waarom ga je nou weg, vader? Vader verdwijnt toch op zijn fiets. En Arthur ziet het achterlicht nog. En hij ziet hem verdwijnen in de verte onder de hoge bomen in het niets. Vader verdwijnt. Later, bij een onderzoek vindt de politie zijn half neergegooide fiets en, daar is hij weer, zijn mantel, zijn jas. Vader is, zo gelooft Arthur, niet in het niets verdwenen, maar hij gelooft dat hij is opgenomen, opgevaren ten hemel. Hij is opgevaren ten hemel, net als de profeet waarover hij las. Arthur gelooft dus dat zijn vader ten hemel gevaren is en niet hoefde te sterven. Dit verhaal komt uiteindelijk in het boek dat Arthur aan het schrijven is en aan het eind van het boek is. Aan het eind van dit boek, Jas van Belofte, is die roman af. De Jas van Belofte, de jas begrijp je nu wel, die speelt in het boek een heel belangrijke rol, die mantel zou ik zeggen. De jas van belofte is dus een beeld van wat er na het sterven komt. Wat er in de Bijbel beschreven en beloofd is, dat we naar de hemel gaan. Of dat we opvaren ten hemel en dat we niet in het niets verdwijnen. Nu gaan we weer even terug naar verhaal 2. Naar Caroline, de vriendin van Arthur
zijn vrouw Lisette en de twee vrienden Arthur Wopereis en Loet IJzertje. De jaren gaan voorbij. Arthur gaat met heel veel elan werken aan zijn roman en hij gaat met pensioen. Loet IJzertje, daar heeft hij goede gesprekken mee, sterft. Hij woont boven een kroeg en Arthur gaat naar zijn begrafenis. Dan komt het verhaal 1 op de laatste bladzijde weer terug. Dan is het boek bijna uit. Ook het sterven van Arthur wordt als een vurige ten hemel opneming beschreven. Heel apart, bijna komisch. Dit keer meent Arthur namelijk in een soort droomtoestand dat hij in zijn Maserati zit. Die had hij voor zichzelf gekocht om zichzelf een plezier te doen. Die heeft hij dus zichzelf cadeau gedaan. En hij rijdt zo hard dat het een vurige wagen wordt waarmee hij ten hemel vaart. Net als zijn vader. Net als de profeten. En dan op de allerlaatste bladzijde van het boek zijn we weer terug bij verhaal 1. Arthur heeft die beroerte gehad. Hij is in het ziekenhuis aangekomen en hij is gestorven. Maar zijn jas, die de ambulancebroeders naast hem hebben neergelegd, wordt nog door een verpleegster opgepakt. Daar is die jas van de belofte voor de laatste keer in deze novelle of deze raamvertelling aanwezig. Het boek wordt door de recensenten over het algemeen afgekraakt. Ze vinden het een slap verhaal en ik vind dat eigenlijk ten onrechte. Ik vind dat het boek gewoon heel goed in elkaar zit. Dat het heel knap is om die verhalen, die drie verhaallijnen, door elkaar te weven tot één geheel. En het zijn ook typische Siebelink-motieven. In ander werk van Siebelink kom je ook dit soort thema's tegen. Bijvoorbeeld de leraar Frans, die onderwijsvernieuwingen verafschuwt. Bijvoorbeeld de Bijbelse thema's, het sterven, het moeten sterven en dan de angst voor het oordeel. Knielen op een bed, violen gaat over die zwaar godsdienstige omgeving waarin die opgroeit. De overgodsdienstige figuur van zijn vader. Dat zijn allemaal autobiografische thema's. En hij heeft dus in een kleine novelle, zou je kunnen zeggen, in een raamvertelling, is hij erin geslaagd om veel van die typische Jan Siebelink thema's toch terug te laten komen. Het boek heeft een heel zorgvuldige bouw, dus ik zou zeggen, ook al zitten er wat onwaarschijnlijkheden in, zoals die vriendschap met die vriendinnen, met die leerlingen, toch zit het boek wel goed in elkaar. En de Bijbel wordt hier als inspiratiebron gezien. En dat komt in het werk van Siebelink nu eenmaal voor, of je dat nou leuk vindt of niet. Je zou er goed aan doen een paar van die recensies eens even na te lezen, om ook zelf kritiek op het boek te kunnen hebben. Dan ga je naar hanta.nl, naar Tsum, of naar Educatie en School, of naar hebban.nl. Dat zijn allemaal plekken die je gewoon op een telefoon, ik heb het gewoon opgezocht op mijn telefoon, en dan lees je even kort die recensie door en dan heb je daar een idee van het boek gekregen. Ik hoop dat je nu het boek beter begrijpt. Het is weliswaar maar, even kijken hoe was het ook weer, ja, 94 bladzijden. Het is maar 94 bladzijden. Dus dat leest lekker weg. En als je mijn uitleg erbij hebt met die drie verhalen die door elkaar lopen, maar die toch wel heel helder zijn als je het boek leest en je hebt dit er van mij gehoord, dan is het eigenlijk eenvoudig om te begrijpen. Dan kun je een goede indruk maken, denk ik, op een tentamen of in een boekverslag, als je heel helder die drie verhalen uit elkaar houdt. En dan beschouw je dus dat Bijbelse verhaal als een apart verhaal. Ik wens je daar veel sterkte en plezier mee.
Als je niet van lezen houdt, nou ja, het zijn maar 94 bladzijden. Gewoon even doorzetten. Deze video gebruiken voor je boekverslag en je bent weer een nummer op je lijst rijker. Mocht je wat aan hebben, denk er dan over na om je te abonneren op mijn kanaal. Laat me in ieder geval even weten hoe je het vond. Als je het goed vond, duim omhoog. En ik wens je het allerbeste. En ik ben gauw weer terug met een volgend boek. Ik zorg ervoor dat iedere week een boek te beluisteren is. De bespreking van een boek te beluisteren is op dit kanaal. Dankjewel en tot ziens.